jullie dragen allemaal bij aan de toekomst van Flevoland. Dus een hartelijk welkom. Fijn dat jullie hier allemaal gekomen zijn. Maar zullen we gewoon beginnen met dat eerste thema, democratie, en die eerste pitch. En dan zal ik hem even netjes aankondigen. Die eerste wetenschapper die zijn visie op democratie gaat geven, is hoogleraar politieke instituties en gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. En mag ik hem hartelijk welkom voor Kees Aarts. Dank voor de uitnodiging om hier vanavond iets te mogen bijdragen aan dit prachtige project. Ik wil het heel kort met u hebben over de problemen van de democratie en de belangrijkste oplossingen die ik daarvoor zie. Democratie, zoals we die kennen in Nederland, kent een aantal problemen. Er gaat ook ontzettend veel goed in Nederland, dat moeten we zeker niet vergeten. We hebben een goed functionerende rechtsstaat over het algemeen, de schandalen natuurlijk daar gelaten. Maar er zijn ook een aantal hardnekkige problemen die steeds weer terugkomen. Drie wil ik er noemen. Allereerst de toegenomen complexiteit van het openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is in de loop van tientallen jaren ingewikkelder geworden door de toevoering van nieuwe bestuurslagen, Europa, allerlei samenwerkingsverbanden. Het is ontzettend moeilijk voor burgers en ook voor politici en bestuurders zelf om daar nog op een goede manier mee om te kunnen gaan. Complexiteit is probleem nummer 1. Probleem nummer 2, ook al zou ik probleem hier wel tussen aanhalingstekens willen zetten, is dat burgers in de loop van de jaren steeds mondiger zijn geworden. We zien dat natuurlijk allemaal als een hele positieve ontwikkeling. Maar het heeft gevolgen voor het functioneren van de democratie. Burgers willen meer van het openbaar bestuur, zijn actiever geworden en laten zich ook niet meer zomaar wegzetten. Het derde probleem waar ik op wil wijzen is de crisis waar politieke partijen zich in bevinden. Dat is langzaam gekomen, maar daarom is die crisis niet minder reëel en die lijkt steeds ernstiger te worden. Het belangrijkste verschijnsel wat we daarvan in Nederland zien is de enorme versplintering van de politiek van de partijen. En als gevolg daarvan enorme wisselingen in verkiezingsuitslagen van de ene op de andere verkiezing. Ik kom daar zo op terug. Die eerste twee ontwikkelingen die ik heb genoemd, de complexiteit en de mondige burger, dat zijn zaken, daar doe je niks aan. Je kunt het problemen noemen, maar je kunt het ook als gegevenheden beschouwen. En zoals ik heb gezegd, complexiteit kunnen we proberen eenvoudiger te maken, maar het hoort een beetje bij de manier zoals we bestuur hebben ingericht. De mondige burger is een verworvenheid, dus die moet je koesteren. Het derde probleem kom ik sowieso zo meteen nog op terug. Kijken we naar wat er is opgehaald in Flevoland vorig jaar in alle panelgesprekken. Ik heb gelezen wat er is opgehaald. Wat mij opviel is dat daar, als het over democratie gaat, twee punten echt uitspringen. Het eerste is, wat mensen graag willen in 2050, is meer identiteit, identificatie met de gemeenschap. Meer saamhorigheidsgevoel, gedeelde waarden. Het tweede wat heel vaak wordt genoemd is meer mogelijkheden om in te spreken, mee te doen met het openbaar bestuur. Toen ik dat las, toen was ik ook enthousiast om een essay te gaan bijdragen, want ik dacht, ik weet niet of dit wel de goede aanknopingspunten zijn voor de democratie in 2050. Gedeelde identiteit, gedeelde waarden, we willen dat allemaal natuurlijk, maar ook onze samenleving, alleen ons bestuur is complexer geworden. En die identiteit, Maxima heeft dat al een hele tijd geleden gezegd, in Nederland is iets leuks om aan terug te denken, maar ik denk niet dat dat ooit nog wordt zoals we nu denken dat het 100 jaar geleden was. Als het gaat om democratisering en deelnemen aan de politiek en het openbaar bestuur, denk ik vaak dat de verwachtingen erg hoog gespannen zijn. Met name de verwachtingen van nieuwe inspraakvormen, burgerraden. Wat we daarbij zien is dat allerlei nieuwe manieren om mensen te laten deelnemen aan het openbaar bestuur toch vaak meer mogelijkheden bieden voor dezelfde mensen. En de groep die je graag zou willen bereiken, die wordt ook met nieuwe manieren nog niet bereikt. Dus daar zie ik wel een probleem bij.
Wat moet er dan wel gebeuren? Nou, ik noemde net al het derde grote probleem van de democratie, de crisis van de politieke partijen. Daar zitten volgens mij de aanknopingspunten. Uiteindelijk zijn de politieke partijen in Nederland de scharnieren tussen het politieke systeem en de samenleving. En alleen die partijen of de organisaties op die plek zijn in staat om het systeem, de cultuur en het functioneren van de politiek te verbeteren. Kijk naar de laatste verkiezingsuitslag. Fragmentatie alom, de boerenburgerbeweging die overal wint, ook hier. Maar ze gaan het in hun eentje niet redden. Alleen door samen te werken met elkaar en door goed met elkaar af te spreken hoe je in de komende tijd de organisatie opbouwt, kun je daar iets aan doen. En nu heb ik 4 seconden, dus ik houd er liever maar mee op. Dankjewel. Dankjewel Kees en welkom aan onze tafel. Onze volgende pitch, onze tweede wetenschapper, is lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg bij Hogeschool Windesheim in Almere. En ze schreef een optimistisch essay over nieuwe vormen van democratie voor Flevoland in 2050. Mag ik een hartelijk welkom voor Kitty Jurrius. Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Kitty Jurrius. Ik ben lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg. Dat doe ik bij Windesheim, de vestiging in Almere. En sinds 2014 doe ik onderzoek in deze provincie. En dat onderzoek dat gaat eigenlijk vooral over het perspectief van zorggebruikers, burgers ten opzichte van de zorg. Dus wij hebben heel veel gesprekken met mensen die zorg gebruiken. En het lectoraat richt zich op klantenperspectief. Dus dat betekent dat we ook heel veel doen in inspraak en zeggenschap in het zorgverleningstraject. En een van de verbazingen die ons eigenlijk is opgevallen in de afgelopen jaren is dat we wel met de zorgorganisaties heel erg bezig zijn met het realiseren van die inspraak in de zorg. En ook op organisatieniveau met cliëntenraden. Maar dat we ons eigenlijk moeten gaan afvragen hoe zit het eigenlijk met die inspraak van die zorggebruiker op de macrokeuzes die wij met elkaar maken op zorggebied. En dan gebeurt er in deze regio toch wel iets heel opvallends en zorgelijks, namelijk dat een deel van de bevolking die weg niet vindt en die stemt dus niet. Dat zien we ook bij de afgelopen verkiezingen. We hebben gewoon een lage opkomstpercentage en dat betekent dat een deel van de bevolking niet goed door die politieke partijen gerepresenteerd wordt, omdat de keuze eigenlijk niet wordt uitgebracht. En dan is een zorg die we dan tegenkomen vanuit ons lectoraat van goh, wie zijn nou eigenlijk die mensen die niet gaan stemmen? En dat weten we door onderzoek vanuit de SCP. We weten het ook een beetje vanuit het eigen onderzoek. Dat zouden we nog wel eens nog beter kunnen onderzoeken. Wie stemt er eigenlijk niet? Maar dat zijn misschien ook wel juist weer die mensen die net iets meer die zorgvraag hebben en die zorg gebruiken. En laten we nou net aan de vooravond staan van een heleboel belangrijke keuzes die we in deze samenleving moeten maken op het gebied van zorg. We weten allemaal, zorgprofessionals komen we tekort. We moeten nadenken over hoe we het allemaal anders organiseren. Veel meer kosten gaan beperken omdat we ons zorgen maken over een grote beroepen op de zorg. En dat betekent dat we een heleboel macrokeuzes gaan maken. En dat gaan de politieke partijen als het goed is doen. En die moeten eigenlijk representeren de zorggebruikers. En daar zit dus iets heel zorgelijks, want die zitten nu niet in die representativiteit. Nou, daar moeten een aantal dingen voor gebeuren. En dat is volgens mij ten eerste veel beter informeren en veel meer keuze maken over de informatievoorziening en over de taal waarin je dat doet. Ook nadenken over hoe bereik je groepen die niet vanzelfsprekend één vandaag kijken of de krant lezen of daar op andere manieren hun informatie verzamelen. We hebben echt een opgave in andere informatievormen vinden en daar mensen mee bereiken die nu niet bereikt worden. We hebben een tweede opgave, dat is het vertrouwen dat mensen hebben in de politieke instituties en de overheidsinstanties in dit land. Als we
mensen vragen om te stemmen en vertrouwen te hebben in de beslissingen die worden genomen, dan hebben we een opgave. Democratie gaat niet vanzelf. Mensen gaan niet gewoon stemmen. Dat moet je heel veel voor doen, heel hard voor werken. Al vanaf het begin dat kinderen geboren worden, op school zitten en later vertrouwen krijgen in instituties als overheden en politieke partijen. En als laatste andere vormen van democratie. En dat is misschien net iets anders dan mijn voorganger zei, van gaat dat wat opleveren? Misschien hebben we gewoon nog niet genoeg gezocht. He, dus als die andere vormen ook niet werken, dan moeten we nog beter zoeken. Want het kan toch niet zo zijn dat we een deel van een bevolking die kansen niet geven om die inspraak te hebben en zich niet gerepresenteerd te vinden. Dus we staan volgens mij voor grote opgaves. En dat, daar wou ik maar even bij laten. En dankjewel Kitty voor jouw pitch, ruim binnen de tijd, maar heel erg duidelijk wederom. We gaan deze twee visies op democratie bespreken aan tafel en we gaan het hebben over eigenlijk twee vragen. Welke toekomst om naar te verlangen delen we hier aan tafel en in de zaal? En hoe gaan we daar dan komen? Misschien nog wel belangrijker. En laten we gewoon beginnen met welke visie delen we met elkaar? Kunnen we een gezamenlijk uitgangspunt vinden om van te vertrekken? Maar misschien moet ik eerst eventjes onze tafel aan jullie voorstellen. Want jullie kennen elkaar niet allemaal hè, hier in Flevoland. Zo klein is het nou ook weer niet. Laat ik even beginnen bij de mensen die dichtst bij mij zitten. René van Amersfoort. Ik ben een beetje in de war omdat Amersfoort in een andere provincie ligt. Maar jij bent wethouder van de Noordoostpolder met de portefeuille Sociaal Domein en Verduurzaming. En ik heb nog ingefluisterd gekregen, jij bent hier gaan zitten als frisdenker. Vond ik wel een mooi label om even te noemen, dus no pressure. Kitty hebben we net gesproken. Ik ga gewoon even tegen de klok in. Helemaal rechts achteraan van mij zit Truus. Truus Sweringa, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Dronten. Ook wel afgekort als ASD Dronten. Dan ga ik gewoon even verder. En daar verderop zit wederom een wethouder. Rintse Broekema, wethouder van de gemeente Lelystad. Jij hebt niet heel ver hoeven te reizen. Met als portefeuille Zorg en Welzijn. En je bent ook nog eens voorzitter van de GGD Flevoland. Dus dat is ook een interessant perspectief om mee te nemen, omdat we het over zorg hadden. Kees hebben we net gehoord, dus die sla ik even over. En helemaal dicht bij mij weer zit Herma Hofmeijer. Mooie allitererende naam. Directeur-bestuurder Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. En dat is een organisatie, zeg ik er even bij, want misschien kent niet iedereen dat, die volwassenen ondersteunt die in de problemen komen door schulden. En jij hebt ook een hele brede bestuurlijke ervaring. Dus dat is ook fijn om mee te nemen. Dus een tafel vol kennis. Maar niet alle kennis zit hier aan tafel uiteraard. Ook jullie hebben kennis. Dus voel je vrij om straks vragen te stellen over punten. Of misschien stel ik jullie wel een vraag. Kan ook. Laten we het interactief houden. Maar we hebben net twee essays gehoord over de toekomst van democratie. Mijn gevoel zegt, jullie hebben verschillende visies, maar jullie hebben wel een gemeenschappelijk probleem. Hoe kijk jij daar tegenaan? En als ik jou het woord mag geven, Truus, als van de Adviesraad Sociaal Domein. Mijn ervaring is, en ik heb daar ook, ik ben ook bestuurder van een woningcorporatie geweest, dus ik heb ook in die zin veel met bewoners altijd gepraat en samengewerkt, is dat de meeste mensen ervaringsgericht leren en denken. En in de beleidssfeer denkt men theoretisch. En dat is een hele andere benadering.
En als je ervaringsgericht denkt, dan kijk je ook... Je kijkt eerst, is die persoon te vertrouwen? En wat weet ik daar al van? Toen ik in Dronten ging werken, wisten ze wat ik 7 jaar geleden gedaan had. En of ik deugde. En dat, gelukkig was dat zo, anders zat je, moest je daar tegen vechten. En vervolgens kijken ze naar wat je, niet naar wat je zegt of naar de stukken die je schrijft, maar wat je doet. En ik kan dat als voorbeeld hebben. We hebben heel veel huizen energiezuinig gemaakt. En elders in het land was dat een probleem. Mm-hmm. Maar wij lieten het voordeel bij de bewoners. En dan zeiden de mensen, is het net zo als bij mijn tante of bij die van de kerk of van de voetbal? En dan wouden de mensen dat ook wel. Want ze hadden gezien hoe het ging. En dat was ook met de mensen, de technische mensen die het uitvoerden, die kwamen op excursie. Oh, bedoelen ze dat? Dat kan ik ook wel. En dus het is heel essentieel dat je A, betrouwbaar bent, mm-hmm. dat mensen... die lezen niet al die stukken. Dus als het net iets anders uitpakt, kan je nooit zeggen op pagina 7, derde alinea stond het. Nou, dat hebben ze niet gelezen. Dan zeggen ze, u was zo enthousiast. Dus ik heb maar ja gezegd. Zo werkt het. En, wat zegt dit dan over die toekomst? Op het moment dat je dus burgers wil betrekken, juist de groep die niet betrokken is... Mm-hmm. Moet je dus ook luisteren naar de mensen. Je moet ook openstaan. En ik merk dat daar ook best veel defensief gedrag op is. Of heel veel ingewikkeld zijn. Als dingen niet helemaal goed gaan, luister daarnaar. En haal daar zelf de beleidslijnen uit. En probeer continu te verbeteren. Als je een nota schrijft, denk dan eens... Als het over energiearmoede gaat, stel je dan eens iemand voor die opeens van 100 naar 400 euro ging en opeens met 2000 euro schuld zit. Doet die nota iets voor deze persoon? Hè? En dan gaat het leven voor mensen. En heel vaak zie je dat die dingen twee werelden zijn. En als er dan opmerkingen over de uitvoering, want dan worden mensen echt enthousiast om daar wat van te zeggen. En dan zeggen ze, ja, maar dat gaat niet over het beleid. Of kunt u het wel aantonen? Heeft u wel 20 mensen die dat ook... Dus als ik het even mag samenvatten, dus het is eigenlijk een kloof tussen beleid en wat er in de samenleving speelt. Dus, beleid, dus die kloof zou geslecht moeten worden door enerzijds betrouwbaar te zijn, anderzijds meer doen, hoor doen, ik jou zeggen. Laten zien. En laten zien en leren van... fouten. Ja, en begrijpen dat mensen jouw stukken niet gelezen hebben. Ja. En voortdurend die PDCA-cirkel, continu verbeteren. En uit opmerkingen, uit de zwakke opmerkingen van mensen, signalen halen en dat richting beleid vertalen. Ja, ik zie hier Herma in mijn ooghoek steeds knikken. Jij bent het heel erg eens volgens mij met Truus, klopt dat? Op een aantal punten zeker, ja. Als het gaat om luisteren, kijk... Je moet niet verwachten dat mensen het beleidsgesprek gaan voeren met je. Je moet verwachten dat mensen over hun ervaringen vertellen. En die vertaalslag, dat is onze opgave in feite. Dat is de opgave van beleidsmakers. Om te vertalen wat er vanuit ervaring van mensen komt. En daarin dan ook consequent te zijn. Dus practice what you preach. Ja, om daar beter in te worden in 2050. En ik kijk even de twee wethouders aan. Herkennen jullie die kloof waarover gepraat wordt? Ja? Ja, René? Een kleine correctie. Ja? Wij doen in het Oostpolder sociaal domein over 3 wethouders. Zo belangrijk vinden we het. Ik ben het met jullie eens. Waar ik meer altijd naar op zoek ga is, wat is nou de echte oorzaak? Hoe kom ik nou echt bij die mensen terecht? Wat mij opvalt is dat het mensen zijn die vooral ook in armoede of tegenwoordig stille armoede leven. En dat is een zorgenpunt. Volgens mij moeten we starten met een goede democratie, met bestaanszekerheid. Want als je bestaan zeker is, dan ga je stappen doen. Dan kun je weer verder, kun je vooruit. Maar dat is nu niet het geval. Als je er nu naar kijkt, we pleisteren alles dicht met regelingen. Het zijn er 35 gemiddeld bij de verschillende gemeentes, waar ik dan gebruik van moet gaan maken. We hadden het er net over, het start met meld je even online aan. Dat kan niet, want ik heb geen geld voor een laptop en niet voor internet.
DigiD, ja, dat heb ik ook niet. Paspoort heb ik ook niet, want ik heb geen geld. Dat betekent dat ik ben alleen maar bezig om mijn inkomen bij elkaar te harken. Ik moet overal dat vandaan halen, wil ik bestaanszekerheid hebben. Moet je eens voorstellen dat we in een wereld leven waar dat gewoon zo is. Je bent zeker van je bestaan, dan kun je stappen gaan maken, dan kun je vooruit. En dan ga je misschien wel politiek bemoeien of zo. Ga je er wel wat van vinden. Maar dat is helaas niet het geval. En dan kom je dus, hè, in de transitietheorie was dat ook heel erg. Wat is nu de echte vraag? Hè, van als je een probleem ziet, en wat is de echte vraag? En dan kom je inderdaad dat armoede... Wie is die vraag? Als je beleid maakt. Als je bijvoorbeeld, hè, ik heb in zo'n platform gezegd over langdurige zorg. Is je vraag, hoe beheersen we de kosten? Kom je tot andere oplossingen als, hoe zorg je dat mensen op een leuke manier oud kunnen worden? Dus die... En dat is denk ik heel belangrijk. En als je met arme mensen al dus zegt, hoe zorgen we dat ze niet te veel gebruiken, straks is er misbruik, is heel anders dan dat je nadenkt, hoe zorgen we dat mensen zich zelfstandig kunnen redden? En dan is armoede een heel groot probleem. Waar je heel veel regelingen af kan schaffen als de armoede minder groot was. En we zijn alleen maar aan het controleren. Ja. Ja. Alles wordt gecontroleerd. Allemaal wantrouwen. Ja. We hebben nog één persoon niet gehoord. Die zegt ook ja, hoor ik, Rinse. Het ei van Columbus leg ik op tafel. Nee, ik wou aansluiten bij wat René zei. Ja. De mensen die de overheid het hardste nodig hebben, daar vragen we het meeste van. En dat klopt niet. Dat deugt niet. Daar moeten we wat aan doen. En dat sluit eigenlijk aan bij wat Kitty en Kees allebei zeiden. Want daar zag ik een overlap in jullie verhaal. We hebben het veel te complex gemaakt met z'n allen. Voor de overheden zelf, de bestuurders. Ja. Maar ook voor de inwoners. Dus dat is een grote opgave die we met z'n allen hebben te slechten. En die zorgt ervoor dat mensen gewoon afhaken. En ook een beetje dat bestuurders misschien soms afhaken. Want ze in Den Haag hebben weer wat bedacht. En dat mogen gemeenten dan uitvoeren. Het is even de enige kritische noot die ik richting Den Haag doe. Helaas geen vertegenwoordigers uit Den Haag in de zaal. Anders pakten we die nog even bij de lurven. Maar... Daarom. Nee, en waar je dat bijvoorbeeld ook op ziet. Is als ik naar 2050 kijk. Hè, want dat is een van de doelen die we vanavond hebben. Is de gezondheidsverschillen. He, want je noemde de GGD, noemde je even dat ik die pet ook op heb. En als we naar de gezondheidsverschillen nu in deze provincie kijken, die zijn gewoon veel te groot. Je schrik je echt een hoedje. We staan als Lelystad niet in het goede rijtje. Of als Lelystad, maar ook niet als Flevoland. Sorry, dat is de andere pet. En als ik mag dromen over 2050, dan zou ik willen dat we iets meer een gemiddelde provincie werden. Ik hoef niet gelijk de gezondste provincie, want dat doen we dan 50 jaar later misschien. Maar als wij een gemiddelde provincie worden waar de gezondheidsverschillen iets minder extreem zijn als hier, dan maakt het minder uit in welke wijk je wordt geboren, hoeveel kansen je in het leven hebt. Want ook de kansen die je op gezondheidsgebied hebt, die maken of je mee kunt komen in onze samenleving. Dus of je gaat stemmen of niet, of dat je mee gaat doen in het bestuur of niet. Dus daar zou ik heel graag... En daar helpt bijvoorbeeld de woningbouwopgave die wij hebben met z'n allen hier. Als we daarnaar kijken met de blik dat we willen zorgen dat dit de gezondste wijken worden van Nederland. Nou, dan pakken we volgens mij twee vliegen in één klap. Want dan hebben we en hele mooie wijken, maar ook wijken die ervoor zorgen dat we gezonde inwoners krijgen. Dus we gaan de gezondheidsverschillen in de toekomst kleiner maken. We gaan die bestaanszekerheid groter maken. We gaan... zorgen dat we de complexiteit verminderen. Ik vond dat wel een boute stelling om te zeggen, die complexiteit is een gegeven en daar moeten we maar mee leren leven. Ik denk dat het wel degelijk ook belangrijk is om goed na te denken voor wie, en dat is eigenlijk wat u ook net zei, voor wie die complexiteit het grootste is. Dat is voor de mensen voor wie complexiteit als zodanig al een probleem is. Dus we maken het voor onszelf niet eens per se complex, maar wel voor mensen die het hardst nodig hebben. Ja, mag ik de twee essayisten ook uitnodigen om hier weer wat van te vinden? Mag ik Kees. Over die complexiteit, hè, om misverstanden te vermijden. Ik ben ontzettend voor eenvoud. Hè. Dus alles wat we kunnen reduceren aan complexiteit, natuurlijk. Maar ik denk ook dat het te gemakkelijk is, wat je ook vaak hoort, zeker in campagnetijd natuurlijk, om af te geven op Europa of op de provincie of op weet ik wat. Hè. Omdat bij de inrichting van ons openbaar bestuur, bij alles wat we willen dat onze regelingen goed worden uitgevoerd, dat er geen misbruik van wordt gemaakt, dat geld terechtkomt, dat middelen terechtkomen waar ze terecht moeten komen. En daar hoort het een en ander bij aan
verdeling, toezicht, controle. Dus ik wil heel erg waarschuwen voor de illusie dat je de dingen eigenlijk dat we het met z'n allen samen veel te complex hebben gemaakt en dat we dus gewoon heel veel moeten schrappen en dan komt het vanzelf goed. Maar het komt niet vanzelf goed. Nee. Is er hier, voordat ik naar Kitty ga, toch ga even in deze ring kijken. Want ik heb jullie tot nu toe een beetje genegeerd. Zijn er mensen die dit herkennen, die ook bezig zijn met het verkleinen van gezondheidsverschillen of het vergroten van bestaanszekerheid of het verminderen van complexiteit misschien wel? Zijn jullie daarmee bezig of voelen jullie daar een vuurtje branden van binnen? Vinden jullie daar wat van? Zouden jullie wat willen stellen aan iemand? Misschien de Leen zelf, de commissaris van de Koningin. Waarom niet? En er komt een camera met een microfoon naar u toe. En, u eerst? Oh, ja. Sorry, dat had ik niet gezien. Wie ben jij? En wat doe je? Zou je even willen voorstellen? Wat is je naam? Dus, ik ben Victor Soeman. Ik zit in de jongerenraad van Flevoland. Samen met David en Tatum. Die gaan jullie straks zien. Mijn vraag is eigenlijk, jullie zeggen dat jullie de gezondheidsverschillen willen verkleinen van jongeren. Dat ze in bijvoorbeeld in bepaalde wijken dan gezonder zijn dan in andere. Vinden jullie dat er ook een nationaal beleid moet komen of moet het echt uit de provincie komen? En of samen, of waar moet het vandaan komen? Meer uit Den Haag of meer uit de provincie? Dank jullie wel. Nou, ik denk dat armoede is een heel groot probleem. En daar moet je landelijk bijvoorbeeld zorgen dat minimumloon hoger is. En je ziet ook dat gezinnen met armoede, dat problematiek onder jeugd toeneemt. Dus daar kun je in ieder geval... Den Haag, is iedereen het daarmee eens of vinden jullie dat Flevoland? Hoor hier Flevoland. Als het over het aanpakken van gezondheidsverschillen gaat, en de gezondheidsbevordering, dan hebben we allemaal een taak. Dus je hebt in de eerste plaats bij jezelf. Gewoon te zorgen dat je gezond leeft. Maar je gemeente, je provincie, het Rijk, iedereen heeft een taak. En die heeft allemaal een rol. Want het Rijk kan wetten bepalen of tabak duurder wordt of niet. De gemeente kan zorgen dat jouw straat ook dat die niet veel snackbars heeft. Dat is een heel veilig politiek, diplomatiek antwoord. Snap ik ook. Want had je hebt ook gelijk. Maar wie moet daar dan mee beginnen? We hebben geen seconde te verliezen. Nee. We moeten allemaal beginnen. Wie moet het voortouw nemen? En René, vind jij dat ook? Ja, het is gezamenlijk. Ik vind het te makkelijk om te zeggen van het is Den Haag. Het is te makkelijk. Mm-hmm. Wij als gemeente hebben daar ook een rol in. Provinciale staat ook en het Rijk ook. Dus we moeten met z'n drieën moeten we deze aanpakken. En het zit hem echt veel meer in vertrouwen. Vertrouw nou ook de gemeente. Wij weten toch waar de mensen zitten die de hulp nodig hebben. Vertrouw er nou een keer op. Eén, elektriciteit, had je het net over, zit ook in mijn portefeuille. Er zijn gemeenten die stoppen daar nu mee. Hè? Dan kan het Rijk wel geld gaan geven aan een gemeente om het uit te delen. Maar als je dat intern moet gaan regelen met alle controles, dat kost zoveel tijd. En we hebben al te weinig ambtenaren. Dus dat is echt, dat zijn knelpunten. Maar draai hem nou eens om en zeg... als gemeente, dit is wat wij willen doen, dit gaat het kosten. Maak dat nou over, dan gaan wij er goed mee om. En ja, we gaan het controleren en het komt ook met de nodige controles weer terug naar het Rijk. Dat is even omdraaien. Ja. Kitty, dit is helemaal jouw thema. wat vind jij? Het gaat natuurlijk ook over wat voor keuzes maak je. En dat doe je op landelijk niveau, op provinciaal niveau en op gemeenteniveau. Die keuzes die worden ingegeven door politieke partijen die daar keuzes in maken. En voor het realiseren van meer bestaanszekerheid moeten we partijen hebben die daarvoor kiezen. En het helpt natuurlijk als mensen die daar ook behoefte aan hebben stemmen op die partijen die daarvoor kiezen. En nu is het zo dat we juist die doelgroepen waarvoor je dit wil, dat die zich niet bezighouden met de politiek. Dus hier zit ook een kip-ei verhaal. Hè? Dus we hebben bestaanszekerheid nodig voor het realiseren van meer democratische betrokkenheid. Maar we hebben ook democratische betrokkenheid nodig voor het realiseren van meer bestaanszekerheid. Want dan kunnen we pas politieke partijen hebben die daar fundamentele keuzes voor maken. Dus we moeten, daar ligt ook een sleutel om dit mogelijk te maken. Dus ik ben het helemaal mee eens met mijn buurman. Maar het betekent ook wel dat we naar dat democratische proces moeten kijken van hoe maak je dat toegankelijker, beter begrijpelijk, zorgen dat mensen
denken van nou, als ik nou daar op die partij stem, dan wordt mijn leven een stukje beter. En ja, dat vertrouwen, dat, nou, dat is nog heel ver weg. Hoe doen we dat dan, pragmatisch? Hoe kun je de politiek nou eindelijk wat laagdrempeliger maken? En wie kun je daar een voorbeeld van noemen, van een succesverhaal in Flevoland waar dat is goed is gegaan? Nou, ik denk misschien dat ik dan toch even ga kijken naar de maatschappelijke agenda hier in Lelystad. Waarin we als gemeente, in eerste instantie is het initiatief vanuit de gemeente gekomen, maar met maatschappelijke partijen en vooral ook met een poging, en dat is de vraag of het al helemaal gelukt is, maar we zijn in ieder geval een aantal stappen gaan zetten. Om bij inwoners van Lelystad op te gaan halen wat ze willen. En in een tamelijk breed en open vraag. De manier waarop dat is opgehaald is door aan de ene kant gewoon op straat mensen aan te spreken en de vragen te stellen, maar ook bijvoorbeeld bij ons bij de financiële spreekuren. Juist op plekken waar mensen komen die zich zorgen maken over hun bestaanszekerheid. Gewoon eerst natuurlijk hun hulpvraag bespreken en vervolgens toch even van goh, wilt u ook meedoen aan deze vragenlijst? Om op die manier ook input te halen en gewoon te zeggen van hey, wat is een vindplaats van mensen die zich zorgen maken, van mensen die in eerste instantie eigenlijk vooral bezig zijn met hun hoofd boven water te houden, toch die vraag te stellen. En op die manier hebben we uiteindelijk 1000 of bijna 1000 inwoners van Lelystad kunnen bevragen. Niet alleen maar mensen die zich zorgen maken, maar zeker ook wel. Om te zorgen dat je niet de usual suspects aan tafel hebt. Hè? Want dat is het risico wat je loopt als je het bijvoorbeeld alleen maar via een app doet en mensen dan geen telefoon hebben en die app niet kunnen openen of downloaden of wat ook. Ja, dus zoek naar de plekken waar de mensen zijn en bevraag hen daar op wat ze nodig hebben. Korte reactie. En dan heel kort in aanvulling. Ja. 2 dingen vielen bij de maatschappelijke agenda. Daar zijn we echt mee bezig, dus we zijn nog niet helemaal klaar. Maar 2 dingen zijn al opgevallen. Inwoners vinden het ontzettend gaaf om gewoon gevraagd te worden door hun overheid. Van, nou, wat wil je zelf? En op straat, dus één ja, ze zijn blijf verrast. En willen daar echt wel even de tijd voor nemen. Dat viel op. En het tweede is dat er ook iets heel spannends in zit voor bestuurders, wethouders, colleges, maar ook voor de gemeenteraad. Want eigenlijk moeten die erop vertrouwen dat hun bevolking wel het goede wil met de stad. U hoorde het, het is best wel gek als je dat zo uitdrukt, maar dat zit er eigenlijk achter. Dus het vertrouwen geven aan de inwoner, dat zorgt er automatisch volgens mij voor dat je ze ziet, dat zij doorhebben, hey, ik word gezien. Nou, en dan heb je het begin van een goede relatie. Ja, maar dat is inderdaad het begin. En dan kom je terug bij wat Truus aan het begin al zei. Je moet vervolgens ook wel laten zien wat je doet met de input. En dat je dus ook daar consistent en consequent in blijft. Ja. Ja. Nou, mooi voorbeeld om even dit eerste deel van de democratie mee te eindigen. Want we hebben natuurlijk jullie allemaal nog niet aan het woord gehad. Jij was zo moedig om 1 vraag te stellen. Heel veel dank daarvoor. Maar ik heb een manier bedacht dat jullie allemaal even aan het woord kunnen komen. En dan niet allemaal aan deze tafel. 3, 2, 1. Gooi je maar! Woe! Oh! Ja! Ja, maar leg maar. Ja, leg ze snel op tafel. Ja. Wat een mooi Sinterklaasgevoel zo, hè? Ja, kijk, er liggen prachtige. Nou, zullen we er. We gaan er 3 openvouwen om mee te beginnen. 1, 2 en ik pak er gewoon 1, 3. Oké, omzien naar elkaar, ontstapelen, mooi woord, meer vertrouwen naar burger. Nou, dit meer vertrouwen naar burger, daar hebben we het over gehad. Omzien naar elkaar vind ik een interessante en ontstapelen, dat vind ik eigenlijk nog een intrigerende woord misschien wel. Wie heeft dat opgeschreven? Ontstapelen. Kijk, mag daar alsjeblieft een microfoon naartoe, want ik ben heel erg benieuwd waarom je dit op hebt geschreven. Waarom denk je dat we dit meer zouden moeten durven doen? Alle eer
naar mijn hele groepje. Zou je even willen gaan staan, alsjeblieft? Dan kunnen we je nog beter in beeld brengen. Het is niet live, dus dat scheelt. Kan eruit, hè? Alle eer naar mijn hele groepje, want ik heb het alleen maar opgeschreven. En jouw naam? Astrid. En ik ben van Flever. Wij hebben ontstapelen opgeschreven. Dat kwam een beetje uit keuzestress, fouten durven maken en alle ingewikkeldheden die inmiddels de inwoners heel ingewikkeld maken om allerlei dingen aan te vragen. Dus we dachten, als je nou weer een beetje afpelt en teruggaat naar de basis en dan eens kijkt, oké, wat hebben we nu nodig om wel te zorgen dat we al die veiligheidsclausules en al die marges hebben ingebouwd, zodat het niet verkeerd kan gaan of er fraude gepleegd kan worden, maar wel weer terug naar die simpelheid, zodat het voor een grotere groep toegankelijk is. Ja, terug naar de simpelheid. En betekent dat dan ook minder regels? Ja, betekent het ook. Kitty, ik geef hem toch even terug aan jou. Is dat een woord wat in jouw onderzoek wel eens terugkomt, ontstapelen? Nee, dat is een mooi woord, Astrid. Ja, nee, dat lijkt wel op zich. Kijk, het meer eenvoudig maken zou dan bij kunnen dragen aan het vertrouwen dat mensen hebben in de overheid. En daar hebben we natuurlijk met z'n allen wel behoefte aan. Hè? Dus dat mensen het idee hebben van, als ik dingen aanvraag of ik heb ergens behoefte aan en ik doe communicatie, voor hen is dat hetzelfde als dat ze stemmen op een politieke partij. Want dat gebeurt ook in dezelfde context en contraien. Dus in die zin lijkt me dat heel zinvol sowieso voor onze samenleving. Maar ja, wij hadden het even al in de pauze over dat dit gesprek al heel snel gaat over de zorg en over hoe we betere gezondheidszorg krijgen. Maar als je het vertaalt naar democratie en naar hoe je tot stemgedrag en tot vertrouwen van mensen in de overheid leidt, dat daar dan nog wel ook stappen extra moeten worden gezet. Dus enerzijds dingen eenvoudiger maken, ja. Maar ook dan nadenken over hoe diezelfde groep dan vertrouwen krijgt in onze representatieve democratie en de stappen neemt om die politiek daar een bijdrage aan te leveren en iets van te vinden. Ja. Kees, is ontstapelen iets wat in jouw papers wel eens voorkomt? Vanaf vandaag, denk ik. Ja, hè? Dus, ja. Ik vind het wel een heel mooi idee, eerlijk gezegd. En ik dacht zelf ook toen ik het hoorde, dit heeft heel veel te maken met de menselijke maat. En als je kijkt naar wat er verkeerd gaat in het openbaar bestuur en in de politiek ook, dat is zodra de menselijke maat, degene voor wie je doet, als die eigenlijk uit beeld verdwijnen. En ik heb zelf, we kennen allemaal toeslagenschandaal. En als je daarnaar kijkt, dat is een heel deprimerend, maar ook tegelijkertijd een heel goed voorbeeld wat er gebeurt. Als je daar op een gegeven moment het beleid centraal stelt en de procedures en de mensen voor wie je het doet buiten laat. Dus dat is een opgave. Hè? Dus ik weet niet of het, dat is toch een beetje mijn refrein geworden. Ik weet niet of het daardoor allemaal meteen eenvoudiger wordt en zo. Maar het is wel heel erg nodig om vertrouwen te winnen. Want zo begonnen we deze discussie. Vertrouwen in politici, vertrouwen in de politiek is laag en is ook behoorlijk gedaald. En dat is eigenlijk wel iets wat met voorrang hersteld moet worden. En dat is ontzettend moeilijk. Ja, laten we er nog meer over vouwen, want misschien komen nog meer interessante woorden tegen voor... Wat voor woord... Je geeft hem aan mij. Kees, wat heb jij? Of kan je... Het gaat over de burger beter laten participeren met slimme tools. Ah. En je als bestuurder kwetsbaarder durven opstellen. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Meer tools en meer kwetsbaarheid. hoor mij en zie mij. Dat klinkt bijna heel poëtisch. Hoor mij, zie mij. Dat moet in elk gemeentehuis voortaan hangen. En in het provinciehuis. En in het provinciehuis, ja. Een soort van mantra. Durven. Tijd investeren in elkaar. Nieuwsgierigheid om elkaar echt te begrijpen en zo aan vertrouwen te bouwen. Ja, tijd investeren in elkaar. Even kijken. Ik vind het eerlijk gezegd, die kwetsbaarheid hebben we het ook nog niet over gehad. Dat vind ik ook een geweldig concept. Kwetsbaarheid, laten we het daar eens over hebben. Wie heeft dat opgeschreven? Kwetsbaarheid, ja. Kijk, zou je willen toelichten, even voor de camera, en zou je misschien willen gaan staan? Dan kan iedereen in deze mooie zaal jou zien.
En ik ben heel benieuwd wie je bent en welke organisatie je bent. Mijn naam is Harm Dijkstra, ik ben van de provincie Flevoland. Heeft iedereen jouw naam gehoord? Sorry. Harm Dijkstra. Kijk, Harm. En wat, waarom vind je dat bestuurders kwetsbaarder moeten zijn om die democratie te verbeteren? Nou, ik vind wat je soms ziet is dat bestuurders soms koste wat kost vasthouden aan bepaalde standpunten. Terwijl ze misschien wel weten dat eigenlijk niet kan of dat ze op de standpunten terug moeten kunnen komen. En je ziet soms een beetje een reactie ontstaan van dat ze kosten wat kost aan standpunten vasthouden. En dat werkt in mijn optiek de oplossing niet in de hand. Soms kun je als bestuurder ook wel eens een verkeerde keuze hebben gemaakt. En dat moet je toe durven geven. En dat wens ik bestuurders toe, dat ze dat durven, zodat dat gesprek ook goed op gang komt. Ja, mooi. Nou, laat ik de wethouders toch maar meteen dan mee confronteren. Zien jullie dat ook? Ja, je kunt het over jezelf hebben, maar je mag het wat mij betreft. Ja, ik weet een heleboel collega's. Het is voor elk mens moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. Maar helemaal voor politici, of niet? Helemaal voor politici, als je weer eens een keer gekozen wil worden of je wil graag door als bestuurder. Maar net spraken wij ook in de pauze. En Kees had toen een hele mooie toevoeging aan het gesprek, die ik nu van je kopieer. Dus plagiaat dit. Bestuurders moeten ook nee durven zeggen als iets niet kan. En dat is soms terugkomen op een eerdere belofte, in verkiezingstijd bijvoorbeeld. Maar ik ga nu een enorme simplificatie doen, maar als we 20 jaar geleden, of langer terug al 25 jaar geleden, nee hadden gezegd, dan hadden we nu niet een stikstofprobleem gehad. En zo zijn er wel meer vraagstukken die, als er eerder nee was gezegd, of had gezegd van niet alles kan, maar dit kan nog wel, dan zou het makkelijk zijn. Maar dat is soms heel moeilijk voor bestuurders, want ja, we willen door met z'n allen en we willen meters maken en successen en... Ja. Dat is uiteindelijk waar we natuurlijk voor zijn. Dus ja. Maar ik neem de les te hard en ik ga me kwetsbaar opstellen. Vanaf morgen meteen gewoon. Nee, maar René, waarom denk jij dat het zo moeilijk is voor bestuurders om kwetsbaar te zijn? Wat maakt het nou moeilijk in Nederland? Dus, nou, dat hangt van het thema af. Hè. Je pakte net een hele goede. Heel vaak zijn bestuurders meer op de hoogte van een bepaalde zaak of kwestie. Daarbij hebben ze allemaal kennis aangehoord van specialisten. En die komen dan met een goed voorstel, goed onderbouwd, wat eigenlijk best goed is. Ja, daar moet je wel voor gaan staan, vind ik, als bestuurder. Want dan doe je iets wat echt goed is. Maar er zijn ook zat andere dingen waarbij je wat op een andere manier bij je terechtkomt. En daar zitten we, denk ik, als bestuurders ook wel een beetje lastig. En dan zouden we best wel wat vaker op kunnen staan en kunnen zeggen, ja, maar dit moet je niet gaan doen. Helaas is het wel zo dat de raad altijd besluit. Hè? Dus het wethouderschap is een hele bijzondere functie. Je denkt dat je veel te zeggen, maar dat valt best tegen. Maar je doet wel eens, je moet je stinkende best doen. En dus ik vind dat ik een functie heb aanvaard die al heel veel durf en lef vertoont. Want ik moet mijn stinkende best doen voor onze inwoners. Want ik moet die raad zien te overtuigen. En dat, hè, als je dan kijkt naar durf, hè, de participatie heb ik net gehoord. Participatie is ook iets wat wij dan veel doen in onze verschillende projecten. Dus bij de uitvoering pakken wij de burgers er wel degelijk ook bij. Maar waarom is die kwetsbaarheid, dat nee zeggen bijvoorbeeld, waarom is dat zo moeilijk? Dat hoor ik nog niet heel erg. Nou, nee zeggen vind ik op zich, persoonlijk vind ik dat niet zo moeilijk. En dat doe ik ook. Oké, je collega's dan. Nou, politiek correct antwoord wens je dan. Ja, nee. Maar waarom is het omdat politici graag herkozen het is niet willen leuk, worden? Het is niet leuk om tegen iemand te zeggen dat zijn grond, waar hij jarenlang met zijn handen dat aan het opwaarderen is, dat je tegen zo iemand zou moeten zeggen, vanaf nu is jouw grond niet meer goed voor landbouw. Dat is een enorme impact. Mm-hmm. Dat is niet leuk, maar dat moet je wel doen. Ja. Dus ik snap wel dat het lastig is. Ja, en wat, ik vraag even aan Truus, is er een manier die jij kan verzinnen om het makkelijker te maken, zou ik bijna zeggen, laagdrempeliger te maken of drempels weg te nemen om kwetsbaar te zijn? Wat kun je daar aan doen? Nou, eigenlijk moet je mensen prijzen die dat doen. En nu zie je enorme angst. En dat heeft ook met media te maken. Mm-hmm. En
De laatste jaren hebben ambtenaren ook cursussen gekregen hoe je je wethouder politiek uit de wind, welke politicus dan ook, politiek uit de wind kan houden. En vroeger was de rol van de ambtenaar meer de deskundige die ook tegen de wethouder zei dat iets niet kon. En nou ja, ik heb gezien dat velen zo'n cursus moesten volgen. En dat is eigenlijk niet de goede cursus. Want ik denk dat je gewoon dat ambtenaren ook tegenspraak moeten hebben. En dat wens ik echt iedereen toe. En als er gewoon, als je dus verbetering of zegt dit is niet goed gegaan of het kan beter, dan wordt het over het algemeen door mensen best heel erg gewaardeerd. Maar als daar natuurlijk een heel mediacircus overheen gaat, dan snap ik ook wel dat je daar heel bang voor bent. Dat wil je niet. Dus je bent een draaikont en dat soort beschuldigingen krijg je dan. Ja. En het is natuurlijk heel logisch. Overal moet je kunnen verbeteren. En dat, nou ja, dat zie je in de toeslagenaffaire. Je moet prioriteiten durven stellen. En dus als je prioriteit is, dan ga je ook op een gegeven moment mee zetten. Ja. Prioriteit stellen, ja, dat is ook een mooie les. Dat vraagt om durf en moed. Mooi, mooi. Ik vouw er nog even 3 open. En dan zijn we, ben ik bang, alweer door onze tijd heen. Dit is een mooie. Oké, wauw. Zoek actief bij voorbereiding mensen op. Stel open vragen over dilemma's en luister oprecht. Loten van 1000 inwoners die ook mogen kiezen. En laat inwoners keuzes maken en voor dat uit. En voer dat uit. Wauw. Hier staat een heel groot keukentafel. Intrigerende democratie aan de keukentafel. Ook heel interessant. Hier staat, dit is ook al een prachtige onderwerp. Spreekt helemaal voor zich volgens mij. Deze hebben we nog niet gehad, hè? Meer burgerparticipatie vanuit vertrouwen handelen, minder controle, minder uit angst. En regeer vanuit de goedheid van de mens. Oh, dat is ook een mooie. Welke zullen we doen? De goedheid of de keukentafel? De goedheid. Goedheid? Ja? Reageer vanuit de goedheid van de mens. Wie heeft dat opgeschreven? Nou, er zit wel een mooie link naar kwetsbaarheid. Ja, dat is waar. Meer goedheid. Zouden we daar heen kunnen gaan met een camera en een geluid? En zou jij dan willen gaan staan? Want ik ben heel benieuwd waarom we meer moeten reageren vanuit de goedheid van de mens in 2050. Waarom de democratie daar beter van wordt. Ja, Alice, mijn naam is Maarten van Erp van Sportservice Flevoland. Wij sloten eigenlijk een beetje bij elkaar aan wat hier aan tafel gezegd wordt. Dat er eigenlijk heel veel vanuit de angst vanuit burgers wetten worden gemaakt en bepaalde dingen worden gedaan. En eigenlijk dachten wij, hé, waarom gaan we niet? Eigenlijk wordt alles gecontroleerd, heel veel controle. En we eigenlijk moeten die controle gewoon durven weggeven. En als wij durven om vanuit de goedheid van de mens weer dingen te doen, daarop te vertrouwen, dan vertrouwt de burger misschien de politiek ook weer, de democratie. En daarom zei ik, ga uit van de goedheid van de mens en zorg voor minder regels, minder controle. Kijk, we doen dat volgens mij omdat we die 1 op de 10... willen voorkomen, die fouten, misbruik wat er gemaakt gaat worden. Maar ga die 1 op de 10, neem het voor lief, ga op die 9 op de 10 focussen. Dus ga uit van de goedheid van de mens. Dat is een beetje mijn boodschap. Wauw. Je krijgt zelfs een applaus voor. Nou, dan heb je iets goeds gezegd hoor, aan tafel. Ik gooi hem even gewoon in het midden van de tafel. Meer of uitgaan van de goedheid van de mens. Ja, nou echt, het is hartstikke goed dat je dat zo zegt. Dat is echt, hier draait het echt om. We hebben 1 klein dilemmaatje, dat is de media. Want die pakt dan dat ene incident op en die gaat dat zo groot maken. Dus zouden we journalisten anders moeten opleiden? Nou ja, als je naar de journalistenopleiding kijkt, dan worden ze goed opgeleid. Alleen ergens gaat er wat verkeerd. ze doen interviews, ook met ons. Ik ben zelf journalist geweest even. Nee, maar serieus, als je goed naar de opleiding kijkt, daar wordt niet in gezegd van ik moet een one-liner als titel hebben die pakkend is, die niet slaat op het artikel, waar goed de feiten in verwoord staan. En dat is een beetje wat er gebeurt. Dus je ziet een hele merkwaardige kop en de inhoud van een artikel is vaak feitelijk heel erg goed. Ja. Dus daar zit hij een beetje. Dus die moeten ons wel knelpen. Jullie buiten lopen te maken met de goede burger. Hè? Ja. Dus we hebben goedheid van de mens en je hebt het burgerschap in Flevoland, waar je met elkaar
ook wel iets van vindt, wat dat betekent. En ja, dat betekent ook dat je je als burger verantwoordelijkheid voelt voor je gezin, voor jezelf, voor je gezondheid, voor je directe omgeving in de wijk, voor hoe het in de provincie georganiseerd is. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. En daar kunnen we volgens mij wel een aantal keuzes in maken van hoe je dat nog meer stimuleert, meer informeert, hoe, hoe je dat in het onderwijs brengt. Hoe je zorgt dat je... Hoe doen we dat? Krijgt. Wat volgens mij verschrikkelijk belangrijk is, al zeker 30 jaar worden burgers ook door overheden niet meer als burger aangesproken, maar als consument. Dus die komen iets halen. En als overheid zeg je dan ja of je zegt nee, maar in principe ga je ervan uit dat die burger een consument is. En volgens mij is dat ook echt een voedingsbodem voor inderdaad het steeds verder doorregelen van de producten die je dan hebt, hè, met alles erop en eraan. Maar hoe doen we het wel? Ja. Nou, terwijl je dus inderdaad terug moet naar die andere relatie tussen overheid en burgers, waarbij vertrouwen de basis is. En vertrouwen vraag je niet en vertrouwen eis je al helemaal niet op, maar vertrouwen kun je alleen maar geven. Dus als je als politicus, als ambtenaar, als maatschappelijke organisatie of wie dan ook vertrouwen geeft aan je burgers, dan krijg je het ook terug. We hebben daar een mooi voorbeeld van. Ja. We hebben in Noordoostpolder hebben wij een aantal dorpen en we hebben een stad. Dus we hebben beide combinaties. En in de dorp hebben wij dorpsbelangen. En dat functioneert een beetje zo. En dat is, ik ben daar nu een aantal keer geweest. Het is echt zo... Ja, vet gaaf vind ik het, om dat te zien. Wat zijn dorpsbelangen? Dat is zeg maar een soort van voorzitter met mensen die wat regelen. Dus met een eigen bestuur. En die vertegenwoordigen de belangen van het dorp. Dus er komen 70 tot 100 mensen komen er op een avond. En die gaan met elkaar discussiëren over het dorp in elkaar, of hoe ze dat willen doen. Ik ga er als wethouder naartoe. Ik dacht, nou, nu krijg ik heel veel opdrachten mee. Niet één. Ze doen alles zelf, pakken ze het op. Ze vragen subsidies via ons dan bijvoorbeeld aan en zo. Dat werkt zo fijn. En daarin vind je dat wat terug. Meer dat sociale bij elkaar weer. Dus geven wij wat meer vertrouwen aan een dorpsbelangen. En ze corrigeren elkaar ook. Dat is ook wel leuk om te zien. En zou je in jouw droom, ga ik toch nog even dromen, zou jij willen dat in elke stad van Flevoland zo zou zijn? Nou, dat zou ik wel willen, maar ik weet, en daarom zeg ik, we hebben wijken en dorpen. En in de wijken is dat veel complexer, want daar geldt een andere problematiek. En die zit voor mij nog weer, daar kom ik er weer op terug, bestaanszekerheid. Terwijl in het dorp is dat veel minder het geval. En zie je dat er veel meer elkaar, ze zoeken elkaar op om dingen te doen, feesten te organiseren, van alles, ja. Ja, oké. Okay. Heel mooi punt dus, handelen vanuit de goedheid. Ik heb er nog één vraag en die geef ik even aan de jongeren. Die gaan ons nog één vraag stellen aan tafel. Jongerenraad, jullie zijn hier bijeengekomen met z'n drieën, geloof ik. En één van jullie gaat een vraag stellen en wacht heel even op de microfoon. Ja, we hebben net een heel mooi gesprek gehad over democratie en wij willen ons graag even terugbrengen naar het hart van de democratie eigenlijk, het stemmen. Er werd al eerder aan tafel gezegd, mensen naar de stembus krijgen, dat gaat niet vanzelf, daar moet je hard voor werken. En dat bleek maar weer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Slechts 36% van de jongeren tussen 18 en 25 jaar ging stemmen. En nu is er ook bewezen dat mensen die bij hun eerste verkiezing gaan stemmen, dat vaak later in hun leven ook blijven doen. Dus extra grote reden om jongeren naar de stembus te lokken. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat jongeren gehoord worden met oog op de toekomst van Flevoland? Hoe zorg je dat jongeren meer gehoord worden? Ja, Kees. Ik heb wel een simpel voorstel. Verlaag de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar. Dat is een voorstel wat al lang in Nederland rondzweeft, waar af en toe over gesproken wordt. In sommige andere landen is het al gebeurd. Mensen denken vaak dat het buitenaards is of zo, maar het is heel gewoon in een aantal landen. En het grote voordeel bij jongeren kiesgerechtigde leeftijd is dat de jongeren dan bijna allemaal nog op school zitten. En je ze dus ook via de school heel goed, bij wijze van spreken, stemlokaal in kunt praten. Verlaag de kiesdrempel naar 16 jaar. Zijn er nog andere ideeën om jongeren meer te betrekken of te laten stemmen? Ja, het is een beetje flauw, hè? Maar ik wil eigenlijk de vraag terugkaatsen. Want als iemand weet hoe we jongeren naar de stembus kunnen krijgen, dan zijn het jongeren zelf. Dus hebben jullie zelf ideeën over
hoe we jonge mensen aan stembus krijgen. Ook een beetje gelet op de discussie die we natuurlijk hebben gehad vanavond. Dat we niet over de burger, maar met de burger moeten praten. Dus hebben jullie zelf suggesties die wij mee kunnen nemen? Ja, de stemgerechtige leeftijd verlaagd naar 16 is iets waar wij het zelf ook over hebben gehad. Ja. Alleen nu blijkt uit onderzoek dat heel veel jongeren daar eigenlijk niet op zitten te wachten. En zelfs zeggen dat ze dan niet naar de stembus zouden gaan. Dus het probleem lijkt eigenlijk dieper te liggen. Dus dat zij zich eigenlijk niet gerepresenteerd voelen door de mensen die nu in provinciale staten, gemeenteraden zitten. Dus ja, ik denk dat we toch daar meer naar moeten kijken. Als in, hoe ligt hun interactie met jongeren en hoe kunnen ze daar meer naar kijken? En dat geldt eigenlijk voor heel veel andere groepen die niet naar de stembus gaan. Maar is er specifiek iets wat jij kan bedenken waardoor jongeren wel naar die stembus gaan? Misschien hebben we even. Of moeten we dat, of moet dat gewoon nog onderzocht worden? Kan ook, hè? Ik denk bijvoorbeeld de maatschappijleerlessen die bijvoorbeeld worden gegeven op de middelbare scholen. Om eigenlijk dan te benadrukken hoe belangrijk het is om politiek betrokken te zijn. Ook als jongeren. Want je doet er wel degelijk toe. En ik denk wel dat dat heel erg ontbreekt. Althans, als ik om me heen kijk. Zelf laatst in mijn laatste jaar op de middelbare school. En als ik kijk naar de maatschappijleerlessen van vorig jaar. Denk ik, ja, hebben ze wel wat steken laten vallen. Dus ik denk om jongeren meer proactiever te krijgen in de politiek, denk ik dat ze meer nut moeten ervaren dat zij ook heel erg belangrijk zijn in de samenleving. Ja. Dankjewel, die nemen we mee. En volgens mij heeft Kitty daar ook al toevallig al iets over geschreven in haar essay. Kan jij dat beamen, Kitty? Ja, het gaat om betere informatie, andere vormen en meer vertrouwen. En als je die andere vormen, daar moeten we ook naar zoeken. Want wij hadden het net al even over, wat zou toch makkelijk zijn als je op je telefoon zou kunnen stemmen en niet met je formulier naar de stembus moet en dan eerst je in al die partijen moet verdiepen in verschillende partijprogramma's die je allemaal zelf actief moet gaan opzoeken. Nou, dat is allemaal niet zo handig. Kunnen we dat niet een beetje anders en meer eigen tijds gaan organiseren? Weet je, als we daar nou ook eens onderzoek naar zouden doen, van andere manieren waarop je dingen toegankelijk maakt en de informatievoorziening bij de doelgroepen krijgt, ja, dan lijkt het me dat we ook wel stappen kunnen zetten. En dat is in 2050, kunnen we daar volgens mij wel komen. Want daar hebben we dan nog 30 jaar de tijd om de beveiliging en zo allemaal wel goed te regelen. Ja. Nou, dank jullie wel in ieder geval voor jullie input uit de zaal om te ontstapelen. Om te reageren vanuit de goedheid van de mens en om als politicus kwetsbaarder te zijn. Dat wensen we Flevoland in 2050 allemaal toe wat betreft de democratie. Ik moet hierbij de eerste helft van de avond al afronden. Ik ben heel benieuwd hoe het met jullie gaat. Maar het buffet is weer geopend voor jullie. En jullie hebben 28 minuten, zal ik zo heel streng zijn. Ik verwacht jullie om 19:30 hier weer terug. Heb ik dat goed? Dan gaan we starten met het tweede deel van de avond. Dus neem even pauze. Dank jullie wel. Tot zo.